Yo mensen van Doe Maar Gamen, leuk jullie kijken naar een nieuwe episode van Minecraft Survival Island. Ik heb er enorm veel zin in, want mensen, we hebben gisteren weer de 1000 duimpjes gehaald. Ik wil jullie gewoon allemaal heel erg bedanken. Ik vind het super vet om te zien dat jullie elke keer zoveel likes achterlaten. Het is voor jullie een kleine moeite zoals ik vaker zeg. Alleen voor de toekomst gaat er voor jullie weer heel veel in zitten. Veel nieuwe content, veel goede content. En heel veel vette dingen op DMG. Dus ik wil het jullie gewoon weer vragen. Laat even een groen duimpje achter. Dat betekent heel veel voor me. Het motiveert me heel erg om nieuwe video's te maken. En om meer video's te maken. En ja, zoals ik al heb gezegd. Er zit voor jullie heel veel goeds in. Zowel in het heden, vooral als in de toekomst. Dus een groen duimpje zou echt awesome zijn. En mensen, we gaan vandaag lekker verder. Waar we de afgelopen video waren gebleven. Ik moet even het geluid iets harder zetten. Zo nice. Oké. Wat hebben wij de vorige video gedaan? Nou, we zijn begonnen aan een enorm vet museum. En ik denk dat jullie wel hebben gezien de vorige episode. Heb je die nog niet gezien? Kijk dan even op Doe Maar Gamen en typ in Doe Maar Gamen. Of Survival Island dag 53. Als je bij recente uploads kijkt, zie je hem waarschijnlijk ook nog wel even staan. Dus doe dat even. Wat ga ik zo meteen nog even doen voor de mensen die dat al zich afvragen. Ik ga zo meteen weer even bezig met het editen van wat video's voor in Engels. Maar dat is mijn Engelse comedy kanaal. Waar ik elke week 1, hooguit 2 video's upload. Ik ben de laatste tijd heel erg serieus bezig met dat kanaal. En ik vind het gewoon heel erg leuk om te doen. Dus ik wil jullie het weer vragen. Laat even een groen duimpje achter. Of kijk gewoon even op het kanaal. Misschien vind je het wel leuk. Link staat bovenaan in de beschrijving. En als jullie daar even op zouden willen abonneren, zou dat super chill zijn. En jullie zien waarschijnlijk wel dat ik heel slecht ben in multitask. Want wanneer ik 2 dingen tegelijk probeer te doen, dan ga ik lopen durpen. Maar wat ik gewoon even wil zeggen is, check even de link bovenaan in de beschrijving. Staat de link van mijn comedy kanaal, Un English Dutchman. Ik ben er de laatste tijd echt enorm veel mee bezig. Echt, soms ben ik er wel gewoon 24/7 mee bezig. Bijvoorbeeld zaterdag ben ik er letterlijk 24/7 mee bezig geweest. En dat was gewoon heel leuk. Alleen ook heel vermoeiend. En dat merk je ook wel op zo'n maandag als deze. Maar het was enorm leuk om te doen. En jullie gaan er denk ik ook nog wel van genieten. Maar oké, iemand in de Book of Fame ga ik eerst even doen. Want ik ken mezelf en waarschijnlijk vergeet ik het anders. Dus ik ga heel even kijken. Er was iemand die ik heel graag in de Book of Fame wil zetten. Dat weet ik nog van gisteren. Oh ja, trouwens, een Minecraft PE guy NL. Gefeliciteerd je in de Book of Fame. Zet je was er heel blij mee, had ik gezien op Twitter. Ik doe het graag. Ik vind het altijd leuk om mensen blij te maken op die manier. Dus ik doe het gewoon. Ik vind het leuk om te doen. Oké, weet je wie ik in de Book of Fame ga zetten? Ik ga in de Book of Fame zetten. Gamen is Judith. Want ik zie die heel erg vaak staan bij mijn video's. En het lijkt me wel leuk om die dus ook in de Book of Fame te zetten. Dus dan gaan we. Gamen is Judith. Ik moet wel eens even. Ik vind de naam een beetje raar. Want Gamen is Judith betekent dus gamen. Of dus eigenlijk, gamen is Judith. Dus dan ben jij een game. Dus dat is een beetje... Maar ja, weet je, je staat in de Book of Fame. Dus ik hoop dat je het leuk vindt. En wil jij ook nog in de Book of Fame? Laat dan even een groen duimpje achter. Deel deze video met je vrienden. Laat even in de comments zeggen waarom jij vindt dat jij in de Book of Fame wil. Oké, wat gaan we doen? We gaan naar de Nether, want we hebben meer kwarts nodig. En nu ben ik aan het twijfelen wat wij het best kunnen doen. Nou, want we hebben natuurlijk een Fisher 3 pickaxe. Alleen, daar zit Silk Touch 1 op. En dat is een beetje het probleem. Wat we kunnen doen, is we kunnen al die Nether kwarts meenemen. Zodat we dan in ieder geval uiteindelijk die dingen kunnen weghakken met Fortune. Dat is geen dom idee, maar dan hebben we eerst Fortune nodig. En daarvoor hebben we 30 experience nodig. Of in ieder geval meer experience als dit. Ja, dat is eigenlijk wel wat ik jullie wou vertellen. Dat is eigenlijk wel wat ik even wou vertellen over een English Dutch. Maar ik ben er de laatste tijd zeer serieus mee bezig. En heel veel mensen vinden het leuk. Ik heb natuurlijk dat berichtje gekregen van Dietrix. Van de Dominic Show, hele bekende YouTuber. En dat vind ik echt super chill. Dus ik vind het gewoon heel erg leuk om het te doen. En ik heb het idee dat jullie het ook leuk vinden. Dus super chill. Voor de rest... mijn dag, hoe ziet mijn dag, hoe is van, maar weet je, ik kan slecht multitasken, maar een beetje minen en tegelijkertijd multitasken. Ik bedoel, en tegelijkertijd een verhaal vertellen, moet wel lukken dus. Laat ik dat eens even gaan proberen. Vandaag heb ik op school nog iets aparts meegemaakt. We hebben namelijk economie op school, dan praat je zeg maar over de crisis in Nederland en over geld en al die dingen. En vandaag met economie hadden wij gewoon onze leraar die we altijd hebben. Dat is in principe een vrij aardige man. Altijd heel rustig. Dreigt natuurlijk wel eens een keer met strafwerk. Maar ja, welke leraar doet dat nou niet? Hey, als je nog één keer zo doet, dan krijg je strafwerk. Dat doet bijna elke leraar. Dus vandaar. Maar waar het even over ging is... vandaag was hij fucked up boos geworden. En wow, ik heb nog nooit zo'n oneerlijke leraar meegemaakt. Het is niet eens zo dat je er agressief van wordt, maar zo oneerlijk gewoon. Want wat gebeurde er uiteindelijk? Het was dus zo dat hij ons heel onbeschoft vond. Want wij praten veel door hem heen. En ik moet toegeven, dat deden we ook. Nou, niet zozeer ik, maar er waren heel veel meiden voornamelijk die dat aan het doen waren.
Nou, ik zat dus naast een... we kwamen dus eerst de klas binnen en ik. En je had zeg maar nog twee tafels van twee. Dus je had zeg maar hier twee tafels en hier twee tafels. En ik en mijn vriend Ismael, die liepen daar zo. En wij zaten een beetje te kutten. Tenminste, ik zat een beetje te kutten van... waar zal ik eens gaan zitten? En die man die zat op mij te wachten. En ik zei, ja, maar als ik daar zit, dan zit ik in de tocht. Maar zodra ik daar zit, dan zit ik dicht bij de deur. En ook als de deur dan open gaat, dan heb ik daar last van. Want dan hoor ik dat, dan ben ik weer uit mijn concentratie. En die man die werd uiteindelijk fokt op boos, joh. Die zei, je gaat nu daar zitten. Ik zeg, maar ik wil toch maar daar. Nee, je gaat nu daar. Ja, maar ik wil daar. Nee, je gaat nu. En ik zat een beetje te kloten uiteindelijk. En hij vond dat niet zo leuk. En dat merkte ik aan hem. En dat is misschien niet zo slim van mij geweest. En dat was, ik had dat beter moeten. Ja, Ismael natuurlijk lachen. Want ja, het is natuurlijk grappig om een leraar voor de gek te houden. Ik bedoel, ik zou nooit een leraar depressief maken of zo. Heb ik ook nooit eerder gedaan. Nee, grapje, heb ik nooit eerder gedaan. Maar zou ik ook nooit doen. Ik bedoel, dat vind ik weer te ver gaan. Maar een beetje kutten met je leraar moet kunnen, vind ik. En helemaal omdat ik dacht dat hij altijd zo rustig was. Wat hij dus uiteindelijk niet meer werd. Maar daar ga ik jullie zo meteen over vertellen. Dacht ik het wel te kunnen doen. Maar, wat gebeurde er uiteindelijk? Uiteindelijk was dus de hele klas heel onrustig. En toen werd hij uiteindelijk fokte boos. Dus zei hij uiteindelijk tegen Ismael, dat is dus mijn vriend, paragraaf 1 overschrijven. En voor de mensen die niet weten wat paragraaf 1 is, dat is 3 bladzijden met zulke mini kleine lettertjes en dan ongeveer 50 zinnen per bladzijde. Vrij veel dus. Dus Ismael die dacht echt van, holy shit, ik praat alleen maar met Job en ik moet fucking zoveel overschrijven. 4 bladzijden met 50 zinnen. Dus ja, die schrok wel. En opeens de hele klas was echt zo van, oh mijn god, hij dreigt altijd wel met strafwerk. Maar deze keer doet hij het ook echt, weet je wel. Dus holy shit. En ja, daarna vroeg ik zo, of Ismael die vroeg aan mij geloof, mag je pen? Toen zei hij, heel hoofdstuk 1 overschrijven tegen mijn vriend Ismael. Een heel hoofdstuk 1, mensen, dat zijn 4 paragrafen van, denk ik, 20, 25 bladzijden. Dat is superveel. Als je dat, hoeveel hebben we er nu? Oh, 62, gaat lekker. Als je dat helemaal, zeg maar, wil doen, dan ben je wel even een stuk of 6 uurtjes mee bezig, heb ik het idee. Dan ben je zeker even een tijdje mee bezig. Uiteindelijk was het dus zo dat hij zei, tenminste, dat zei Ismael tegen mij, dat hoorde hij dus zo, van heren, jullie kunnen nu alvast in de les beginnen met paragraaf 1. En ik zat alleen maar voor me uitkijken, dus ik dacht, what the fuck, weet je, ik moet strafwerk schrijven nu in de les, terwijl ik het idee heb dat ik niks heb gedaan. Maar wat was het dus uiteindelijk? Het was dus zo dat hij het alleen tegen Ismael had, dus hij had het helemaal niet tegen mij. Dus ik zat daar de hele les paragraaf 1 over te schrijven met zo'n hele boze kop van, jezus Mina, ik moet overschrijven terwijl ik niks deed. En uiteindelijk zei hij tegen de les van, joh, wat was je aan het doen? Ja, nou, overschrijven. Ik vond het, toen zei ik zo, ja, overschrijven. Overschrijven, waarvoor? Ik zei, nou, u zei tegen mij, hey heren, jullie moeten overschrijven. Nee, alleen Ismael. Ik zei, ja, maar waarom zei u dan niks? Ja, en zei hij zo van, ja, ik dacht dan van, wat ben je eigenlijk aan het doen? Ik dacht, nou, ik laat hem wel lekker doorschrijven. Ik dacht, wat ben jij een lul? Maar zo waren er dus heel veel kinderen die vandaag op hun donder kregen. En die gewoon hoofdstukken, en dat is echt enorm veel, gewoon moesten overschrijven. Er was ook bijvoorbeeld een meisje. Die moest al 1 paragraaf overschrijven. En die meneer Economie, ik noem hem even meneer Economie, die liet zijn pen vallen. En dat meisje zei dus van, nou hier meneer, u heeft hier pen. En toen zei ze zo van, oké, dat wordt dus heel hoofdstuk 1 overschrijven. Zei ze van, ja maar ik wou u alleen maar helpen. Zei hij zo van, ja ik help jou ook even om wat meer te kunnen schrijven. Dus ja, dan kun je een beetje instellen. Je mocht niks doen. Hij zei dus ook zeg maar van, degene die een vraag hebben hun hand omhoog steken, krijgen ook heel het hoofdstuk schrijfwerk. Toen was er dus ook een vriend van mij, die stak zijn hand omhoog, want die wou even vragen of hij naar de wc mocht. Hoofdstuk 1, stak hij nog een keer zijn hand op hoofdstuk 2. Holy shit, dat was echt het raarste wat ik ooit had meegemaakt. En ik was vrij boos. Ik bedoel, ja, het zijn wel je klasgenoten en je wil daar graag voor opkomen. Dus dat deed ik. En toen moest ik dus ook paragraaf 1 overschrijven. Tenminste, dat dacht ik. Maar uiteindelijk is het dus niet zo dat het moest. Maar ja, dat is dus wat er met economie is gebeurd. Een echte economische crisis. Zo kun je het eigenlijk wel zien. Maar ja, weet je. Ik denk dat iedereen van jullie wel zo'n leraar heeft. Hebben jullie dat ook een keer meegemaakt? Mensen, laat het weten in de comments. Of je een leraar hebt die altijd heel aardig is. En die op het gegeven moment gewoon echt ontploft. Die op het gegeven moment gewoon echt fucking boos wordt. Want zulke leraren heb ik dus heel veel gehad. Zowel op de basisschool als op de middelbare. Dan vind ik het persoonlijk fijner om een leraar te hebben waarvan je het verwacht dat hij boos wordt. Dan dat je van die leraren hebt die spontaan opeens je helemaal verrot beginnen te schelden. Want je schrikt. Je schrikt gewoon. Je verwacht het niet. En hij schold ons niet verrot. Maar hij was opeens zo, hé, is het gedonder afgelopen. Dit is hartstikke. Wat zei hij ook alweer? Dit is hartstikke asociaal. Dit heb ik nog nooit meegemaakt. En iedereen zat zo van, oh shit, dit heb ik ook nog nooit meegemaakt. Dat was dus vrij, ja, schrikken, even om het zo te zeggen. Maar ja, nou ja, weet je, het was in principe wel een leuke les, hè. Ik bedoel, leraren boos maken is wel grappig. Je moet natuurlijk niet te ver gaan, maar het is wel grappig. Over mij en leraren overstuur maken op de basisschool. Op de basisschool. Dat weet Ismael denk ik ook nog, want ik en Ismael die kennen elkaar dus al ongeveer 10 jaar nu. En we zijn altijd heel goede vrienden geweest. En op de basisschool was ik echt heel erg. Ik ben natuurlijk van plan om Black Ops 2, of in ieder geval, nou niet zozeer Black Ops 2, maar ik ben uiteindelijk van plan om post-commentaries te gaan doen. Dus de kijkers, dus jullie een leuke gameplay te kunnen laten inzenden. En dan ga ik er een leuk verhaal bij vertellen. En dan moet je denken aan zowel dingen die ik heb meegemaakt op de camping, als dingen die ik heb meegemaakt in de klas. En dat is vrij veel. Ik denk dat er ook nog wel grappige dingen bij zitten. Dus als jullie denken, Job, jongen, dat moet je doen. Dat wordt leuk en daar gaan we hartstikke van genieten. En ja. Laat het weten in de comments met het idee welke commentary of welke gameplay ik op de achtergrond moet laten draaien. En holy moly, we hebben dus al gewoon 2 stacks, hè, mensen.
Als we nou Fortune hebben, dan wordt fok nepies. Maar ja, economische crisis hebben we dus vandaag ervaren. Was eerlijk gezegd best wel grappig. Ik wil het eigenlijk niet zeggen, maar het was best grappig. Maar ja, fuck the shit, het was gewoon grappig, weet je. En wat ik wel vervelend vind, moet ik zeggen, aan de middelbaar of niet zozeer aan de middelbaar. Wanneer je bijvoorbeeld bezig bent met meiden of zo, moeten er altijd weer van die vriendinnen van die bepaalde meid. Ja, dat klinkt heel erg raar. Want nu zeggen jullie willen natuurlijk al, oh, jap, je hebt bijna vriendin. Oh, jap, 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 jap. Nee, dat zo ging het niet. Ik heb zeg maar iemand op WAP en dan ga ik de laatste tijd... WAP, WhatsApp, WhatsApp, joh, come on, WAP. Dat klinkt echt heel raar. Ik heb iemand op WhatsApp en daar ben ik de laatste tijd best wel veel mee aan het praten. En ik vind het wel leuk en ik vind het wel aardig. Ismael kent er ook. En ik wil zondagavond, wanneer ik terug ben van Justin, over mij en Justin. Heel veel mensen zullen waarschijnlijk niet weten wie Justin is. Komt nog verdere informatie over. Daar moet ik echt nog eens even een update video over gaan maken. Want dat wordt fucking episch op Noemar Game. Er gaat namelijk iets heel erg leuks komen. Maar, nou ja, dat was dus een meisje. Die heb ik dus al een tijdje op WhatsApp. En die vind ik best wel knap. En die vind ik best wel aardig. En ik vind het wel gewoon leuk eigenlijk. Maar er zitten dus vriendinnen van dat meisje bij mij in de klas. En uiteindelijk is dus een beetje het balletje gaan rollen van... Ja, Job die praat met puntje, puntje, puntje. En nu ben ik best wel fucked, want... Ja, dat wil je niet, weet je. Ik bedoel, als je klasgenoten de hele tijd daarop aanspreken. In het begin is het leuk, weet je. Oké, ja, joli, joli, jo. Trouwens, Jody, Jody, yo. Ik heb trouwens een nieuw Engels gamekanaal. Jody, yo. Link staat ook in de beschrijving. Onder de link van een Engels judgment. Ik weet niet waarom ik dat opeens zo zeg, maar ik denk er opeens aan. Dus dat is ook weer iets wat nu weer mooi te sprake komt. Maar... nee, dat is... Mij en Justin kon nog een update video over. Een hele goede maat van mij, ken ik van de camping. Wordt heel leuk. Ik ga namelijk dit weekend bij hem logeren in Eden. Dus woon jij nou in Eden? Dat wil ik even zeggen. Woon jij nou in Eden? Ja, woon jij nou? Ik ben daar het hele weekend. En ik ga er lekker in de stad chillen. Dus ben je in Eden? Ga rond zaterdag, zondag, vrijdag rond 5 uur. 7 uur, half 8. Lekker in de stad rondlopen. Dan zul je mij daar wel zien. Dus dan kan je hem eventueel met me op de foto als je dat leuk vindt. Of je kan me fappen. Of ja, dan hartstikke leuk. Maar ik ga de episode afsluiten. We gaan even wat deze schrijven. Nee, niet Game is Judith. Nee, we gaan niks in Game is Judith schrijven. We gaan hier iets in schrijven. Dit weg. En... hoppakee. Dag 55. Dat is een mooi getal. En ik ga schrijven. Vandaag ben ik naar de Nether geweest. Met mijn Silk Touch pickaxe. Daar heb ik enorm veel. Ongeveer 3 stacks. Quartz weggehaald. Dat, zo schrijf je dat niet, of wel? Nee, je schrijft het geloof ik... Oh, jawel. Weggehaald. Die ik uiteindelijk wil minen met een fortune. Fortune. Hoe doe je dat? Fortune. Nee, daar doen we gewoon. Fortune 3. Pickaxe. Nou, dat is het. Dus ik bedank jullie voor het kijken. Laat een duimpje achter. Ik heb best wel veel kunnen vertellen in zo'n korte tijd. En dat vind ik super leuk. Ik hoop dat we de 1000 duimpjes halen. Keer 2000. 2000 duimpjes, mensen. Deel dit met je vrienden. Ik zou het fucking vet vinden. Het maximale was bij mij 1500, 1600. Dus. Kom op, het is maandag. Niemand mag maandag. Duimpje omhoog, doe maar gamen. Ik dank jullie voor het kijken. En ik zeg. Later.